Goedemorgen, Lulu. Hi, ja, Lulu. Ja, maar Guus ook, hè. Ja, Guus ook, hè. Ja, Guus ook. Het is een mooi quizplay, Guus. Goedemiddag is het, want het is inmiddels 1 uur. De Jumbo is net geweest en dat was wat later dan gepland vanwege de blokkades van de boeren. Maar we gaan er even aan beginnen. Alle limonade staat ergens anders. We hebben 2 aardbeien en een ananas. Dan heb ik bramen, mango en meloen. Hier heb ik 2 framboos en 2 blauwe bessen. Dan hebben we hier alvast wat yoghurt met mango, daaronder vanille, naturel en dat Hypro en daarachter ook, dus voor Wessel. Hier hebben we volgens mij lekkerbekjes. Wat zijn dit? Oh, dit zijn lekkerbeksticks. Wat zijn dit dan? Vissticks en kibbeling. Dan hebben we hier bloemkool, Italiaanse roerbakmix, prei en spruiten, kipreepjes. Hier 4 pakken gehakt. Hier dan. Geraspe kaas, geraspe cheddar, boter, een Alpro, een cheddarkaas, 2x2 kaassnitzels, heet dat zo? Veggie lekker, ja, kaassnitzel. Een kalkoensnitzel, hier ligt witlof, hier nog een Hypro, grote ribbing. Hier een aantal plakken kaas, sausijsjes, chipolata worstjes, daaronder liggen Duitse biefstukjes. Hier nog een Hypro drankje voor Wessel. Dan hebben we allerlei Alpro yoghurt met aardbeien, met kersen, met mango naturel, hier Optimal. Er zit iemand aan mijn hand te snuffelen. Met limoen. Wat is dit? Vanillejoghurt. Aardbeien framboos drink. Oh, yoghurt. Alpro Barista. En oat no sugar. Hier hebben we Alpro mild en creamy, maar dan met lemon. Ik heb een Cool Best ontbijt voor Wessel. Hier nog 2 van die Hypro yoghurtjes. Pasta. Pindakaas, een kleine arborio rijst zat erbij. Hier ook pasta, hier ook pasta, hier ook pasta. Hier wat sausjes, daar macaroni, aardappels. Tortellinis. Bouillonblokjes. Hier pasta, dit zijn wat pakjes saus, rijst. Satésaus, 2 keer ketchup, 2 keer mayonaise, bananen. Daaronder 2 dozen eieren. Ik heb een Dettol doekjes en een Dettol spuitfles, maar die hangt daar al. 2 keer Liga, een shampoo voor Wessel, want die heeft psoriasis. Een kookroom. Dit is kippenbouillon. Krentenbollen, 3 blikjes met geblikt fruit. En hieronder dan wat potten met groentes die ik gewoon lekker vind om op voorraad te hebben. Dat was het weer voor deze week. We hebben de lege fles teruggegeven van vorige week. Nee, van vorige maand. En ook gelijk de kratten, want ik pak het altijd gelijk uit. Dus ik kwam op €328 en dan hebben we weer voor een heel groot deel van de maand boodschappen. Bedankt voor het kijken naar mijn hobby YouTube kanaal. Like en subscribe. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!